Goedemorgen allemaal. Zo echt, wat een kut opening van deze video ding. Oh god, ik zit even te eten. Het is maandag. Misschien moet je ook gewoon niet op maandag beginnen. Moet je gewoon niet willen. Moet je niet willen. Het is maandagochtend. En Tom is daar aan het rijden volgens mij. Oh ja, daar kwam hij voorbij. En daar zit Kimberly Chris op te zadelen. Ik zit hier even een soort van wakker te worden. Een soort van proberen wakker te worden. Oh god, alle mensen. Ik heb gisteren op wedstrijd geweest met Kikker. Ik had eigenlijk ingeschreven met Kikker en met Chris. Maar het regende en ik voelde de vibe echt even niet. Dus ik ben alleen met Kikker gegaan. En ik vind het misschien wel leuk om hier even die video van de proef in te zetten. Dan kunnen jullie toch nog, zonder dat ik een wedstrijdvlog heb gemaakt, een beetje meekijken met de wedstrijd van gisteren. Hij was tweede, had zelfs tweede prijs. Vorige week had hij zijn eerste keer set 2. Was hij volgens mij derde. En toen had hij ook zijn winstpunt gehaald voor de eerste keer. En nu heeft hij dus sowieso, hij was al zijn 2 paarden, maar het was geen toeval. Dus dat is wel heel leuk dat als je de keer daarna, dat je dan ook weer gewoon hartstikke goede punten krijgt. Dat hij gewoon goed zijn best doet. Hier is meneertje Fluffpluff. Is het iets in de gaten te houden? Ik weet niet wat. Ik denk een muis of zo. Ik ga nu Chris rijden. En dan neem ik jullie, hoop ik, weer mee deze week met wat weekvlog dingetjes. Want ik vind dat zelf heel leuk om terug te kijken. Maar het is altijd even je toezetten om het op te doen. En make-up op te doen. Dat is ook altijd wel even lekker. Dat je dan een beetje toonbaar maakt van tevoren. Maar goed, het moet wel real zijn. Ik ben zo sloom vandaag. Het is niet normaal. De vrachtwagen is nog vies. Dat Kimberly straks allemaal doen. Ik moet mijn cap hebben.
en mijn sporen. Sorry Fluff, mama is niet zo op dreef. Zo, meid is op. Meid is eindelijk richting de bak. Laarzen aan. Paard klaar. Sorry Chris, mama is sloom. Mama is sloom. Mama heeft wel extra klontjes voor jou gehaald, ja. De crew. Oh, dit is lelijk. Hoe voel jij je deze maandag? Nou, ik heb al 2 gereden. Nou, gaan we nou in één keer allemaal stoel lopen doen? Ja, zeker. Ik verdien gewoon geen geld met deze video door die radio voor jou. Nee, nou, oh ja, dat is waar, ja. Dus als jij even de boodschap betaalt deze week. Goofy heeft al lekker schuim tussen zijn reet. Ja. Nou, we gaan er maar weer voor. Kijk hoe groot de bak lijkt. Woe. Is hij ook. Wedstrijdje? Wedstrijdje. Wie is dit? Dit is Kips. Ik ben hem nu op trends aan het rijden. Want dinsdag, woensdag komt er een meisje terug. En die rijdt L-niveau of zo. Dus de eerste keer met proberen hadden we de stang hadden we vastgemaakt. Gewoon los, zeg maar. Dus dat hij niet ging flapperen. Hadden we de stangteugel vastgemaakt aan het zadel met het tie-wrapje. Want hij is oprecht echt heel makkelijk op trends. Maar het zat er al in toen ze kwamen. En ik had eerlijk gezegd ook niet op trends gereden daarvoor. Dus toen zeiden we van nou, dan doen we het zo wel. Maar nu komen ze terug. Dus dan kan ik best wel eventjes gewoon op trends rijden. Dat is eigenlijk altijd het fijnst. Dus dit is Kippie. Dit is de laatste, die ga ik nu even rijden. En dan make-up op doen ofzo, voordat ik naar de fysio ga. Want die band schiet zich kapot. Kapot! Fout plaatje, maar ze zijn zo lief. Ja, dat is goed. Oké, niet er bovenop, dat is gek. Hij heeft al zijn piebel eruit. Oh, Tom is aan de telefoon. Alleen in de nek. Alleen kussen. Niet dekken. Oh ja, ik zou heel even traag gaan halen. Ja. Zo, ik ben even bij de vrachtwagen. Ik ben helemaal klaar met rijden. Het is echt heerlijk weer. Oh, zo fijn. Paardjes zijn net aan het lunchen. Ik ben dus even bij de vrachtwagen. Want Kimberly is hier bezig geweest. Hij is nog niet klaar. Zie ik, want hij is nog niet schoon. Dus hij is hier even mee bezig geweest. Want we hebben namelijk nieuwe organizer-achtige tasjes gekocht. Ik en mijn 7 persoonlijkheden. En ik wil even laten zien, want ik heb zelf ook nog niet gekeken. Dus we gaan even samen kijken. Oké. Nou, dit is heel lastig als je hier zo van die vakjes hebt. Daar ligt onze ventilator. Geen idee waarom die daar ligt nog van de internationale wedstrijd. Dit zijn al mijn haardingen die ik even weg moet halen zo. Maar dit zijn van die vakjes. En wat zet je hier nou in? Dat je zeg maar je borstels, je suikerklontjes, je weet ik veel beenbeschermers, schaar, noem al die shit maar op. En die liggen hier gewoon standaard in. Hoe kan je dit nou het beste organiseren? Want we hadden hier een soort van bakken altijd staan. En, maar er was echt één bak, helemaal voor mijn teringzooi. En dat zag er ook gewoon lelijk uit. Dus daar heb ik deze gekocht. Die zijn eigenlijk voor achter in een auto. Ik ben er nog niet helemaal uit, wat ik er allemaal van vind. Kimberly heeft een soort van structuur, zie ik hier. Met babydoekjes. Deze moet ik allemaal wel weg. Die denkt die wil nog oude dingen bewaren. Borstels, babydoekjes, flesjes water. Dit is een soort blijven plakken als je niet kan doorzitten. Dan hebben we hier handdoeken. Allemaal verschillende handdoeken. Helemaal vol. En dan daarachter zit de longeerlijn, zie ik. Kan dit zo? Oh, dit kan zo. Nou, dit is een oud kimbondje. Ze is nog niet helemaal klaar, denk ik ermee. En hier liggen alle oornetjes in. Allemaal oornetjes, blauwe, zwarte kleurtjes, glittertjes. Nou, die zitten hierin. Hier zie ik mijn toilettas met mijn plastron en zo. Hier zitten beenbeschermers achterin.
Dus dit is dat. En dan hebben we hier de suikerlontjes en de snoepjes. En hier zit... Ah. Hier was ik echt een heleboel van kwijt. Een hesje. Maandverband. Wauw, dit is toch wel een beetje een zooi. Oké, hier zijn we nog niet helemaal uit. En springschoenen. Ik moet dat toch een beetje zelf indelen. Want ik moet natuurlijk mee op wedstrijd. Dus Kimberly heeft die bak even uitgezocht. Dan moet ik eigenlijk die spulletjes die er nu dus nog hier zo liggen. Moet ik eigenlijk zelf even een goede bestemming geven. Dat ik daar een fijn gevoel over heb. Dit is een beetje cheapy, die zakjes. Want ze waren ook echt cheapy. Dus, oh, dit is trouwens een heel handig ding. Ik wist niet dat die hier lag, maar het is wel belangrijk. En dit is voor de, als je dus, als ze over de stang hangen, dat je die dan er doorheen kan halen. Dat ze dan de stang naar beneden valt. Maar goed, ik zal jullie besparen. Maar ik ga dit nog eventjes herzien voordat ik de volgende keer op wedstrijd ga. Ik weet nog niet wanneer dat is, dus ik heb hier geen haast mee. Maar ik heb deze op bol.com gezien. Of ik had volgens mij gewoon gegoogeld van achter auto organizer of zo. Want je kan hier natuurlijk geen laadjes of zo inzetten. Want dan gaan al die laadjes schuiven. Als je hier nog een beter idee voor hebt, laat het even in de comments achter. En wij gaan dit weekend naar de Amsterdamse zomer. In obviously Amsterdam. Dus we gaan hier op wedstrijd. Dus even een doortrainingsweekje. Daar ga ik misschien nog wel meer over vertellen. Maar nu ga ik eerst even iets anders doen. Goedemorgen, het is woensdag en ik zit op Kikker. Jullie hebben net al een stukje gezien van mijn training met Kikker. Ik was namelijk een beetje aan het piaffen, of in ieder geval hem meer de vorm in zijn lijf aan het laten aannemen. Want dat is namelijk eigenlijk voor hem een hele goede oefening, omdat hij natuurlijk een springpaard is. En ik zal zo even laten zien in de spiegel. Waar ik dan een beetje op let als ik hem train op die manier. Want hij is namelijk een soort van eigenlijk gymnastische waarde. Hier is stom trouwens. Dus dit heeft een soort gymnastische waarde. Wat, dat wilde ik zeggen. Want hij is namelijk... Ik ga even de camera draaien. Ho, ho. Dit is Kik. En als je goed kijkt naar... Oké, hij staat nu op rust. Ik ga eens even ietsje normaal staan. Oh, hij gaat echt, hij is moe. Dit doet hij dus de hele tijd. Oh mijn god. Kik, hou daar eens mee op. Kijk, hij pakt de hele tijd mijn tegel in zijn mond. Kik, los. 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 Daar heb je dus een slobberriempje voor. Hij pakt de hele tijd mijn tegels vast. Mijn stangtegel. En dan gaat hij er heel hard op zitten bijten. Oké, poging 6. Ho. Ho. Kijk. Oh, je ziet het wel goed als hij zo staat. Dat stukje achter het zadel. Kik, hou op. Dat stukje achter het zadel. Dat is... hij is best wel lang. En als je van zijn natuurlijke bouw ziet, dan zie je dat het eigenlijk een beetje naar beneden loopt. Gaat hij weer, die teugel. Oh, ik word hier zo chagrijnig van. Kik, hou dat nou eens mee op. En dan dat oog. Echt. Ik kan gewoon volgende week nieuwe stangteugels gaan kopen. Nou, in ieder geval, dat stukje daar achter het zadel... Daar, daar, dat zie je een beetje naar beneden lopen. En als je goed oplet bij dat piaf dingetje, dan moet hij een beetje achterover gaan leunen. En dan zie je eigenlijk dat dat stukje bol wordt. En zo moet hij zijn lichaam natuurlijk gebruiken, want je wil hier bol. Dit was eerst helemaal hol ook, toen ik hem net had. Nou zie je dat die aansluiting bij de schoft veel beter is. Maar dat stukje daarachter is natuurlijk gewoon, ja, ook een beetje aanleggen en zo. En dan willen we een beetje bol hebben. Zo moet hij eigenlijk zijn lichaam gebruiken met een bolle rug, bovenlijn.
En dat is best wel moeilijk om dat te creëren als je gewoon aan het rijden bent. Ik heb er natuurlijk al wel wat meer ervaring mee, maar dat is sowieso niet echt makkelijk. Je gaat snel zonder rug, vooral als je een paard wat meer in oprichting wil rijden. Dan gaat hij snel, je wil een paard zijn romprichting zeg maar, omhoog hebben, niet zijn hoofd. Maar ja, dat hangt allemaal heel, het is allemaal een heel dun lijntje. Dus het is goed om een beetje zo te fitnessen met dat hij dat stukje achter het zadel bolt. Dat krijg je bijvoorbeeld ook bij achterwaarts. Maar ook bij dit soort bewegingen. En je ziet eigenlijk soms, ik weet niet of ik dat erin heb, ook in de wat ik heb gefilmd net. Maar je ziet dat hij begint eigenlijk en dan gaan zijn achterbenen wel iets doen. Maar dan houdt hij dat stukje nog steeds plat. En op een gegeven moment begint hij het te bollen. En dan kan hij ook dan vindt hij het veel moeilijker. Dus dan wordt hij zeg maar minder actief achter als het ware. Maar dan krijgt hij wel de juiste vorm in zijn lijf. Dus daar zijn we een beetje mee aan het spelen. Want hij hoeft echt nog lang geen piaf te doen. Maar voor hem is het wel belangrijk. Sommige paarden hebben dat wat minder nodig. Maar hij heeft bijvoorbeeld natuurlijk dat stukje. En ik wil heel graag dat een beetje goed trainen en opvullen. Zodat ik in de rest van de training ook hem goed kan opleiden. En dat hij bijvoorbeeld wat meer uittrekking krijgt in de draf. Via de juiste manier. Dus daar zijn we mee bezig. En dat vind ik leuk om te laten zien. Pirouetjes draaien is ook heel goed daarvoor. Op de juiste manier. Nogmaals, ik kan ook pirouetteren zonder rug. Maar met een bol ruggetje, daar kan je heel goed oefenen. Daar zijn we ook mee bezig. Daar hebben we alleen niet gefilmd. Ik was Kimberly even bezig. Misschien komt dat de rest van de week nog wel een keer voorbij. Maar daar ben ik dus met Kikker mee bezig. En daar is inmiddels Enzo in gevangen. En die ga ik nu rijden. En dan ben ik al klaar. Want het is 28 graden vandaag. Ja. Dit paard is ook altijd op pad om te begraven. Kom eens hier. Kijk. Nu heeft hij dus dit helemaal kapot zitten vreten. Dat doet hij iedere keer. Maar vandaag was het natuurlijk heel ernstig. Omdat ik niet hem kon corrigeren als ik aan het filmen ben. Heeft hij hier echt heel mijn teugel oplopen vreten. Dit gaat niet goed komen. Wat is het voor nieuw trekje? Ik vind het mooi. Ben je zelf trots? Kom, hier gaan we naar de wei. Gaan we afzadelen? Nee, ga je niet? Oh, kijk. Nico. Zo. Hij deed het zo goed. Ik ben echt helemaal blij. Ik heb altijd zo'n soort... Zo zit mijn cap volgens mij. Want ik heb altijd zo'n rare bouw op mijn voorhoofd. Maar ik was helemaal de kluts kwijt met deze jongeman. En nu zijn we weer een beetje op de goede weg, hè. Ja, het is niet echt een makkelijk geval. Nee, TBS met dwangverpleging. Dat is niet wat ik wilde zeggen. Ik ben trouwens klaar met rijden. Mijn doos is net al voorbij gekomen. Het is 10 voor 11. Ik ben zwaar trots op mezelf. Wacht even. En ik zat even naar dit te kijken. Dit is namelijk mijn nieuwe dekje. Dat heeft Kimberly net gewassen. Ik zie dat er al een streepje op zit van mijn zadel. Maar goed, dit is dus een nieuw dekje voor Kikker. En daar wilde ik iets over vertellen, want dit is namelijk een XL-dekje. Die heb ik speciaal laten maken in Italië voor Kikker. En ik heb die via Rosa Collection, dat is Rosalie Mol, dus die koop ik altijd deze dekjes. Die is super fijn. En zij heeft vroeger met mij junior young riders en dat soort dingen gereden. Dus ik vind het ook altijd wel leuk om bij haar te kopen. En het zijn gewoon super fijne dekjes, super mooie dekjes. Maar die kan je dus ook in XL laten maken. Want ik stuurde haar een berichtje van, joh, ik wil graag een nieuw dekje bestellen bij jou. Maar ik heb een paard dat best wel lang in de rug is. Is het misschien handig om dan zeg maar dit biesje zo dun mogelijk te houden. Dat je zeg maar zo groot mogelijk wit vlak hebt. Want als je natuurlijk heel veel biesjes hebt, dan mand. Maar toen zei ze, oh, je kan hem ook laten maken. Dan maken we hem gewoon het hele dekje aan alle kanten 2 centimeter groter of zo. Dus toen dacht ik, nou, let's try. En die is dus binnengekomen een paar weken geleden. En dan ben ik nou 2 keer heb ik daarmee gereden. En het is echt heel grappig om te zien. Want ik heb hem de laatste, sinds set 2 keer opgehad. Hij brengt ook een geluk. Maar het ziet er zoveel anders uit. Omdat Kikker heeft best wel zo die lange rug. Wat ik dus ook aan jullie net liet zien. En als je dan een heel klein dekje hebt. Dan lijkt hij nog langer. En dan lijkt hij nog minder gesloten als het ware. Dus dan lijkt hij minder verzameld. Terwijl hij is, dat is allemaal een beetje optisch zeg maar. Dus ik heb een grote dekje. En nu is mijn paard verzameld. Dus nee, dat is natuurlijk een grapje. Maar dat kan wel optisch echt superveel vertekenen. Als je zo'n washandje onder het zadel hebt. Dan ziet dat natuurlijk best wel raar uit. Omdat je gewoon een groot paard hebt. Dus daar ben ik heel blij mee. Ook dat hij geluk brengt. Nou, en is helemaal lekker gewassen. Ik ga naar de kantine. Om met Mado te gaan werken. Naar de kantine. Deze jongeman die gaat weer op de volgende. Daar gaat het gewoon door.
ik haak altijd halverwege de ochtend ergens af. Dan kap ik hem mee, dan ben ik moe van. Klaar mee. En dan gaan we mijn kantoorwerk staan mee doen. Ik ben hier op stal bezig op mijn concourskastje. Met het schrijven van mijn scriptjes voor de Team by Jill video. Want vandaag is het Team by Jill video opnemen. Het gaat over L2 oefening. A of B afwenden. X volt 15 meter links. X volt 15 meter rechts. Dat soort dingen. En die ga ik demonstreren en uitleggen met Chrissy. Die is ondertussen hier. Wij zijn alle tegelijk. Die is ondertussen hier. Die wordt even zijn voetjes schoongemaakt. Ik sta lekker te dromen, want die stond buiten in het zonnetje. En die gaat Kimberly dan schoonmaken. Jij doet eigenlijk, jij hebt eigenlijk niet echt een functie. Nee. Meer entertainment. En dan ben ik hier. Ik weet niet waarom ik dat hier aan doe, maar hier ligt de camera ook al. Kijk daar. En ik ben hier eventjes de scriptjes aan het schrijven. Overigens heb ik hier de ring 2040 gemaakt in de buitenbaan. Ook al vanochtend gedaan met Tom, die heeft mij geholpen. Ik mocht niet laten zien dat hij in zijn pyjama loopt. Want eigenlijk was het idee dat, ik weet niet, dat is het eigenlijk nog steeds, maar we gaan even kijken hoe ver het lukt. Het is namelijk echt bloedheet vandaag. Modo die staat gruwelijk in de file door de boerenprotesten. Dus die is drie kwartier later dan dat we eigenlijk gepland hadden. Dus het wordt steeds warmer en warmer. Daarom heb ik de ring ook al klaargelegd en zo. Maar zij moet natuurlijk filmen. Dus we gaan even kijken. Binnen kunnen wij altijd filmen, want het is super geïsoleerd. Dat zie je. Dus het is echt nooit warm. Het is hier nu ook helemaal niet warm. Maar ik weet dat als ik hier in het zonnetje ga rijden, dat het een stuk warmer is. Dus we moeten even kijken hoe ver we gaan komen. Want we wilden eigenlijk twee proefjes opnemen met KIS. Een B-proef en een L-proef. Ik wil gewoon eigenlijk alle proeven zo één voor één gaan opnemen. En dan vertel ik daarbij waar ik allemaal aan denk als ik zo'n proef rijd. Dus niet per se vanuit de jury bekeken of zo. Of zeg maar bekeken vanuit een beoordelende rol. Maar meer van, waar denk ik allemaal aan tijdens het rijden van proef. Want je hebt natuurlijk een soort van dubbel fris mannetje op je schouder. Die deed het zegt, oh denk hier aan, doe dit, doe dat. Zo. Je hebt natuurlijk een beetje gedachtes. En dat heb ik al een keer gedaan met de L1 proef. En ik wil eigenlijk zo alle nieuwe proeven doorwerken. Dat je daar misschien iets aan kan hebben als je wedstrijden rijdt. Dus voor het kopje wedstrijden. Dat willen we sowieso ook uit gaan bouwen. Nog met juryleden wel echt. Die daar iets over gaan zeggen en zo. Dus het kopje wedstrijden wordt nog vet uitgebreid. Nu hebben we natuurlijk een hele mooie ring. Waar we dat soort dingen kunnen opnemen. Dus ik ga dit even afmaken. Want ik ben nog niet helemaal klaar. Want Kimberly is Chris aan het klaarmaken. Dan doe ik mijn laars aan. Microfoontje om. En dan gaan we filmen. Hoi, superleuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Team by Jill. Deze video gaat over het rijden van een specifieke L2 oefening, namelijk het afwenden volte 15 meter links, volte 15 meter rechts. Dus dan geef ik even een keertje gas, want ik wil aanspanning houden in die volte. Want dat is heel irritant rijden, dan gaat hij namelijk alle kanten op. Yes! Kijk, nou hoef ik eigenlijk al niks meer te doen. Nou, dat is gewoon cruise control. Goed zo, het achterbeen moet naar voren blijven bewegen. Goed zo. Kijk, als ik nou niet de gas had gegeven net, dan had ik niet zo'n fijne aanspanning naar het bit toe gehad als nu. Ik vind het zo rustgevend om naar mijn paarden te kijken. Het is zaterdag en ik heb al gereden. Ik had geen filmdag, want ik moet opschieten, want we gaan naar de Amsterdamse zomer. Ik moet dit nog reconstrueren. Maar ik sta even te kijken naar de paardjes, want ik vind het altijd moeilijk om ze achter te laten. Letterlijk, ik ga gewoon 's middags weg en ik ben er morgenochtend weer. Maar ik kan er dan zo van genieten als ze zo staan te chillen. Wat ik heel typisch vind, het is Ens. Bijna al mijn paarden soppen. Hij maakt dat zo, ik vind het gewoon fascinerend om te zien dat ze dan gewoon zo dat zelf bedenken, dat ze dat gewoon lekkerder vinden met saus. Het is niet de bedoeling om het daaruit boven te eten. Hopla, even dippen. Ik zie hoe rustig die dan, die oogjes staan helemaal op chill. En volgens mij doe jij het niet, of doe jij dit ook? Nee, jij doet eigenlijk niks. Nou, kijk eens die chagrijnen. Jij bent bijna een normaal paard. Hè? Chris die doet ook weer iets heel aparts, zat ik net even naar te kijken. Die doet zeg maar
die doet zeg maar, die eet het zeg maar in zijn waterbak op. Ja, toen is het niet zo alsof je een giraf bent. De bovenkant van je net is open. Kijk, en dan gaat hij het in zijn bak doen. In zijn waterbak eet hij het zeg maar op. En dan hebben we echt nog dit portret. Die echt een soort van, ja, ik weet niet wat hij ervan maakt, maar echt, hier hangen gewoon echt de stroo. Die maakt echt een soort ranzige teringzooi van, dat is niet normaal. Die sopt zo erg. Kijk, hang er gewoon even. Dit paard is zo grappig. Die heeft echt zo'n fun life, dat is niet normaal. Heel zijn net naar de kloten getrokken, al die gaten die eruit ziet. Ja, heel mooi gedaan. Ja, heel mooi gedaan. Nou, dan gaat hij er allemaal op en dan gaat hij weer. Het lijkt wel een soort zeewier op een gegeven moment aan het eind van de dag. Dan hangen er helemaal van die slierten. Helemaal zeiknat uit die hooizak. Hopla. Nou, het hoeft niet zo met zoveel geweld hoor. Hup, volle bak water erin. Praktisch. Het is een heel apart paard. Mogen we dat even vaststellen? Kijk, nu gaat er eentje aan zijn kont zitten krabben. Als je hem nou niet voor de helft had opgevreten, dan had je er echt iets aan gehad, Chris. Het is vandaag vrijdag en ik zie dat ik al ruim genoeg heb verzameld voor de weekvlog. Ik ben hier mijn vlogje aan het editen en ik ga hem nu online zetten. Ik begin vandaag, of ben ik al mee begonnen om weer met de volgende weekvlog te starten. Dus ik ben heel gemotiveerd om het vol te houden. Zoals jullie weten is soms het editen even lastig. Dus het maken wel, lukt wel, maar dan het verwerken, online zetten en dat soort dingen kan soms even een week langer duren. Maar ik vergeet jullie niet en ik neem echt wel wat dingen op. Dus ik hoop dat jullie het weer leuk vonden om mee te kijken met de afgelopen week tot nu toe. Morgen heb ik voor het eerst wedstrijd met Enzos weer na een hele lange tijd. Dat wordt in de volgende weekvlog, komt dat voorbij. Dankjewel voor het kijken naar deze weekvlog en tot de volgende video. Doei doei!